Hoi, ik ben Daoud Bouzbiba. Ik ben 21 jaar oud. Voetbal bij FC Eindhoven. Ik speel het liefst op rechtsbuiten. Ik kan ook op de linksbuitenpositie. Mijn specialiteiten. Ja, ik kan mijn mannetje makkelijk passeren. Snelle, goede voorzet. En ik ben doelgericht. Ja, eigenlijk ben ik op dit pleintje begonnen met voetballen. Toen ik een jaar of 8, 9 was. Ik ben toen gaan voetballen bij Zwift. Daar heb ik 2 seizoenen gevoetbald. En vanuit daar ben ik toen naar Ajax gegaan. Tot vorig jaar heb ik aangespeeld bij Jong Ajax. En nu zit ik bij FC Eindhoven. Mijn doelstelling is zoveel mogelijk assists en goals maken. En mezelf in de picture spelen. En laten zien aan Nederland wie ik eigenlijk ben en wat ik kan. In mijn hoofd wil ik binnen nu en volgend jaar wil ik bij een leuke eredivisieclub zitten. Van daaruit ik wil mezelf gewoon steeds beter ontwikkelen. En me verbeteren in de punten waar ik niet zo goed in ben. En vanuit daaruit kijken we wel hoe en wat. Mijn droomclub is FC Barcelona. Liefst speel ik met Lionel Messi. En daar heb ik altijd van gedroomd sinds een kleine jongen. En hopelijk zal dat ooit gebeuren. Spelen waar ik vooral naar op kijk is Lionel Messi en Cristiano Ronaldo. Dat zijn wel twee spelers die wat hun allemaal hebben bereikt en laten zien. Dat is prachtig. En daar kijk ik elke dag naar. Ik heb wel altijd mijn eigen bewegingen en zo. Maar toen ik jong was, keek ik wel veel naar Ronaldo en Messi. Naar die bewegingen. En die ging ik dan oefenen op dit pleintje. En vooral zelf. Zelf oefenen op het pleintje en je eigen trucjes en bewegingen maken. En die dan oefenen en dan uitproberen. Ja, mijn handelstruc, dat kan ik natuurlijk niet verklappen. Hè? Anders weten ze straks allemaal wat ik doe. Ja, mij maakt het eigenlijk niet uit wat voor verdediger er op me staat. Ik denk dat geen één verdediger voor mij een probleem zal zijn. Ik denk dat ik eerder een probleem voor hun zal zijn. Ja, als ik moet kiezen tussen een wedstrijd winnen en niet scoren of een wedstrijd verliezen en een hat-trick maken, dan zou ik wel kiezen voor het verliezen en een hat-trick maken. Dat is persoonlijk. Kijk, in teambelang is het natuurlijk altijd goed om te winnen en niet te scoren. Maar ja, individueel gezien is het natuurlijk prachtig als je een hat-trick maakt, maar toch verliest. Ja, dan ligt het niet aan jou, dan heb jij je werk eigenlijk gedaan. Ik heb geen glazen bol, maar binnen nu en een jaar, dan kunnen jullie Daoud Bouzbiba in de Eredivisie verwachten.